allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is een hele speciale dag, want mijn beugel gaat eruit. Ik heb hem nu al 1,5 jaar, maar daarvoor had ik ook nog 9 maanden een blokbeugel. Die was best wel groot en die moest ik vooral 's nachts dragen. Maar eerst begon ik met mijn blokjes onder, dus die heb ik net iets langer dan mijn blokjes boven. Dus laten we kijken hoe die erin werden geplaatst. Helemaal, ik ben nu onderweg naar de ortho. En ik had eerst deze blokbeugel, ik laat hem even goed zien. Eerst had ik deze beugel en nu krijg ik een blokjesbeugel. Ik krijg hem eerst alleen onder, want boven moet er nog een kies groeien. Dus ik krijg eerst nog alleen onder. En ja, ik vind het best wel spannend. Ik weet niet hoe het gaat voelen. Dus ja, het is allemaal nog nieuw voor mij. Ik heb deze blokbeugel 9 maanden gehad. Ik heb hem vooral 's nachts ingedaan. Want op school kon ik echt niet praten met de beugel. En nu krijg ik eindelijk mijn blokjesbeugel. You remind me of a girl that I once knew. Seen her face whenever I... Hoi, ik heb net een nacht met mijn beugel geslapen. En het deed helemaal geen pijn. Gisteren deed... Nou, het is wel een vervelend gevoel. Maar het doet geen pijn of zo. Ik had het veel erger verwacht. Ik had gisteren met huiswerk heel even dat het echt ging irriteren. Maar ik had echt helemaal geen pijn waar ik blij mee ben. Maar ze zeggen dat de tweede dag het ergst is. Dus ja, ik hoop niet dat dat bij mij ook zo is. Afgelopen week kreeg ik een spalkje onder. En toen kreeg ik ook te horen of mijn beugel er boven ook uit mag. Want het was zeker dat hij onder eruit mocht. Maar boven wisten ze nog niet zeker. Dus dat spalkje boven moet ik nog krijgen. Maar laten we even kijken naar afgelopen week. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken. Het is nu dinsdag 28 juni. En ik ben nu onderweg naar de ortho. Want vandaag wordt het heel spannend. En krijg ik te horen of mijn beugel er deze week uit mag. Onder is het al zeker, want daar gaat vandaag een spalkje geplaatst worden. Maar ik krijg vandaag dus te horen of boven er ook uit mag van deze week. Dus laten we duimen. Ik hoop het echt. En anders wordt het na de vakantie. Want over een week ga ik al op vakantie. En ja, dan moet ik nog even wachten. Maar ja, ik hoop het zo. Want ik heb goed mijn elastiekjes gedragen en zo. Maar ja, dat krijg ik vandaag te horen. Hier wordt het spalkje onder geplaatst. Hey, ik kom net terug van de ortho. En het spalkje zit erin. Daar zit hij dus. En ik heb ook mijn elastiekjes in. Want vrijdag mag mijn beugel eruit. Ah, ik vind het echt super vet. Want ja, ik kan me eigenlijk helemaal niet meer herinneren hoe het was zonder beugel. Want ik ben er nu zo aan gewend. Dus ik ben zo benieuwd hoe het dan is geworden. En of het mooi is. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. En na de vakantie moet ik weer terugkomen. En als mijn tanden dan toch weer de andere kant opgegroeid zijn, moet ik een doorzichtige... Ja, dat zijn van die doorzichtige blokjes. Die zie je bijna niet. Maar ja, hopelijk hoeft dat niet. Want hopelijk zit het dan helemaal goed. En dan krijg ik mijn spalkjes boven. Die krijg ik dan ook vrijdag. En dan gaat hij er gewoon uit. Ah, ik ben echt heel erg blij. En vandaag is het dus zover. Ik ga nu naar de ortho toe. Ik neem jullie mee en dan kunnen jullie zien hoe mijn blokjes eruit gaan. Dus let's go! Die blauwe gel achter je tanden. Uh-huh. Dit rielt het glazuur een beetje op. Er komen de hele kleine bobbeltjes in het glazuur als je het helemaal zou inzoomen. En dan, de hechte lijm heeft dan betere houvast. Dat spoelen we dan zo weer weg. En met het andere laklaagje dichten we dat weer af, zeg maar. Dan heeft de spalk en de lijm betere houvast. Niet met je tong aanraken hoor, dat is niet lekker. Zet je dat ratje in je mond? Even daar open doen. Even van de broodje leggen. Gaat het zo? Mm-hmm.
laklaagje. Dit is het laklaagje die het weer afdicht. Die het glazuur weer beschermt na de blauwe gel. En als we dan met de lamp eroverheen gaan, dan wordt hij hard. Komen de vlosjes er tussendoor. Die doe ik daar tussendoor, tussen het lusje door. En dan hang ik daar het spookje in. Het spookje even op de goede maat maken. Losjes eruit halen. Het spalkje zit er nu in. Eigenlijk is de beugel er zo uit. Ik zet dit tangetje erop. Dan knijp ik de blokjes mee los. Allemaal één voor één. En de ringetjes om de kiezen, dat doe ik met deze. Daar moet ik wat harder in knijpen. Maar dan breekt de lijm in het ringetje. En dan haal ik zo alles in één keer eruit. Dat is met twee tellen klaar. En het meeste werk is dan alle lijmrestjes nog verwijderen. Okay. Ja? Ja? Ik knijp alles in één keer los. Dus dan haal ik zo de hele beugel in één keer eruit. De lijm onder het blokje breekt hierdoor. Zo. Nu de ring heb je al eentje los. Gooi maar erop, ja. En de ringetjes, daar knijp ik een keer hard in. En dan breekt de lijm om het ringetje. Dat was hem. Heb je nog wat losse blokjes in je mond? Niet meer. Ik voel niks. Zal ik even spoelen? Ja. Nou, nu ziet het er nog niet zo mooi uit. Er zitten overal nog lijmrestjes. Nee. Dus die ga ik nu verwijderen. Eerst de grove deeltjes doe ik met het groene steentje. Okay. En daarna ga ik nog met het andere bordje eroverheen om de fijne deeltjes te verwijderen. Okay. Ja. We gaan nu nog met een ander bordje eroverheen. En die is om de fijne deeltjes te verwijderen. En daarna gaan we het alleen nog poetsen met een soort polijstcupje. En dan gaan we het helemaal mooi glad maken. Dan ga ik er eventjes overheen krassen om te kijken of er nog ergens lijmrestjes zitten. Die we misschien hebben overgeslagen. Even open doen. Hier wordt het grijs.
En dat betekent dat er nog lijmrestjes zitten. Dan gaan we daar weer met hetzelfde bordje overheen. Ik ga het nu nog even polijsten. Dat is een soort, met een soort elektrisch tandenborsteltje eroverheen. Met een tandpasta met een klein korreltje erin om het helemaal mooi glad te maken en schoon. Okay. Ja, je krijgt hier wel benieuwd, denk ik. Volgende keer krijg je inderdaad ringetjes om te kiezen. En super. Ja, kijk omdat we de ringetjes gaan plaatsen, dan is dat strak tegen elkaar. Dan kunnen wij er niet bij. Wow. Oh ja, eerst. Oh ja. Dus daarom krijg je... Dit tandvlees is nog wel een beetje dik hier en daar. En wat rood. Zo voelt het ook, ja. Ja, maar dat komt ook omdat ik met die bordjes er langs ben gegaan. Als jij gewoon goed poetst weer komende dagen, dan wordt het weer mooi rustig. Krijg je zo'n touwtje? Mooi, hè? Ja, dat is heel gek. Wow. Ja, daar gaat hij zorgen. Ja, wow. Ja, wel heel mooi. Is dat pijn? Gelukkig. Nee, valt er niet van. Kijk eens, hier. Dat is echt heel gek. Wow. Voelt ook gek, hè? Helemaal zacht of zo. Ja. Ja, klopt. Het is wel echt heel mooi hoor, bij je. Mooi. Nou, toen ik het voor het eerst zag, dacht ik echt van, huh? Dit ben ik helemaal niet, want ik herkende mezelf gewoon niet. En het is echt heel gek om te zien. En het voelt ook heel gek, maar mijn tandvlees is nu een beetje opgezwollen. En dat voel je ook echt. En het voelt zo gek. En ja, ik voel me heel iemand anders. Maar ik ga denk ik straks de hele tijd kijken naar mijn tanden, omdat ik het gewoon zo... apart vind, want ik heb anderhalf jaar een beugel gehad en daarvoor stond het echt als ik het terug zo zie ik er dus uit zonder beugel. Vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog en tot de volgende keer. Doei doei!